Dennis Elzout, hoe is het met jou, jongen? Het gaat hartstikke goed. De Mediamarkt is net als de rest van de winkels, is gewoon compleet gesloten. Klopt. Jullie hadden toen wel plannen om te gaan bezorgen? Direct toen de lockdown inging, begonnen met 2 bussen. Dus eigenlijk alles wat je 's ochtends zou bestellen voor 2 uur, wordt dezelfde dag thuis bezorgd. Ja. Dus eigenlijk heb je nog steeds direct je product eigenlijk in huis. En is de vraag, want ik begreep nu ook met Click & Collect kwam aan en de rij was net even weg, maar jullie hebben de hele dag door wel mensen die hier komen collecten. Ja, de tijdsloten zitten behoorlijk vol. Ja. Dus, het is eigenlijk continu wel afhalen aan pakketjes. Van gelukkig weer de PlayStation 5 in grote aantallen. Oh, is die er weer? Oh. Dus bijna alle pre-orders zijn uitgeleverd. Daar moet ik ook nog eens naar gaan kijken. Ja, we krijgen vrije voorraad. Okay. Dus het meest gewilde apparaat komt een beetje beschikbaar. Okay. Maar nu zijn we bij de afdeling vloggen. Ja. Of hoe noemen jullie deze afdeling? Ja, het is het vloggedeelte eigenlijk. Ja. We hebben eigenlijk tijdens de lockdown de meters verbouwd. Dus we hadden eerst heel veel camera's en we hebben dat een beetje verkleind. En het vloggen groter gemaakt, omdat iedereen nu aan thuiswerken is. Ja. Dus niet alleen maar voor een leuk filmpje met een kleurtje op je gezicht. Maar juist echt het thuiswerken, microfoons. We hebben van Promouts een aantal sets staan. En vooral het on-air natuurlijk, mensen die een YouTube filmpje willen maken. Dat is super grappig als je het op je bureau hebt staan. Ja. Licht kan je aanpassen, microfoon erop, een set bijvoorbeeld met een greenscreen. Maar die grote cirkels, die lampen, wat is de grote toegevoegde waarde daarvan? Waarom gebruik je dat? Het voordeel van een cirkel eigenlijk, dus het voordeel van een ringlamp, is dat je gewoon in je ogen een mooie cirkel krijgt. Ah, oké. Okay. En dat is eigenlijk waarom de meesten dus vloggen met een ringlamp. We hebben Yobi, dat zijn hele felle lampen, maar die zijn bijvoorbeeld ook waterdicht. Dus dan kan je er bijvoorbeeld een action cam op zetten. Dus als jij op vakantie gaat en je wil van een klif afspringen, dan kan dat. Oké. Dus vandaar dat we er ook een action cam bij hebben gedaan. Uiteraard een microfoon en een deadcat, dus voor de wind. Dus als je straks een opname buiten doet en er is veel wind, dit vangt eigenlijk de wind op. Dus je geluid blijft er gewoon helder. Op de achtergrond zien we een bankstel met een groene achtergrond. Ja. En dat hangt samen met een van de producten die je hier hebt. En daar mag je dan ook nog eentje van verloten. Dus, we worden ook nog één verloten. Daar worden wij enthousiast van, vertel eens. Ja. Leverancier hebben we gesproken van de week. En die was ook heel positief over onze filmpjes die we hier keer maken. En die zei, ik vind het hartstikke tof om zo'n pakket cadeau te doen. Dus nou, dat is super. Ja, in dit geval geven we een pakket weg van €70. Dat betreft dan een statief met een ringlamp, die ook weer dimbaar is. In hoogte verstelbaar. En daar zit dan een groen scherm bij geleverd. Dan niet met het statief natuurlijk voor het groene scherm. Iets van onszelf. Wij doen met Valentijn al wel eens leuke foto's maken in de winkel. Dus, je zei het net al, wat doet zo'n doek nu precies? Want je zet iemand in die bank straks en... Ja, jij deze keer, we zullen zo wel even zien, doen deze keer even kijken wat het effect is van een groen scherm. Dus je kan, zomaar een voorbeeld, straks in de binnenstad van Middelburg zitten bijvoorbeeld terras, op je blauwe bankstel. Dat is zomaar mogelijk. Nou oké, laat maar zien hoe je dat doet dan, leg ik dat even vast. Is het pakket trouwens wat we weg gaan geven? The Creative Video Green Screen Kit. Share your dreams. En dat is hem al in uitgepakte vorm? Ja, dit is eigenlijk wat erin zit, plus dat groene doek. Nu ga ik even tapen, dan doe ik het even niet vanaf het statief, maar ik heb wel mijn groene achtergrond. Ja. Stabilizers of gimbals noemen ze dit wel? Ja, gimbal stabilizers. Je hebt ze van diverse merken, van Siyun. Wat onbekendere merken, tot Rollei, tot uiteraard DJI, net zoals bij de drones. Ja, ze tonen vrij groot, maar als je ze wil meenemen zijn ze niet heel erg groot hoor. Want bijvoorbeeld dit statiefje, het ziet er vrij groot uit. Het leuke van deze ook dat je er echt een selfie stick van kan maken. Oh ja. En een stabilizer in één. Als je hem inschuift, kan je hem ook nog omkantelen. Ja, dat wordt al een stuk compacter. En dan kan je dit nog steeds gewoon in je jaszak kwijt. En je hebt hem ook, het nieuwe model van DJI, bijvoorbeeld met een magneet. Dus die magneet plak je op je telefoon. Ja, er zit in deze, in de 12 zit ook een magneet, hè? Zo'n, ja, dus het is... Ook allemaal verkrijgbaar bij Mediamarkt Middelburg. Het is leuk om te weten, dus eigenlijk als je wil vloggen, je kan hier gewoon aan de slag met alles wat jullie hebben. Nou ja, dat zei je, maar dat bewaren we voor de volgende keer. En je zei al iets over PlayStations. Nou, videogames, daar gaan we nog wat doen. Maar jullie gaan ook in bordspellen dingen doen. Ja. Dus daar, die doen we de volgende keer. Is dat die goed? Die doen we de volgende keer, ja. Gaming op borden en... Nou, super. Leuk om te horen. Absoluut.